Graag het woord aan de heer Graus van de PVV. Mevrouw de voorzitter, vorige week werd er wederom een weerloze hond, deze keer Batman, aan een boom vastgebonden, wachtend op zijn tergend langzame marteldood, een verzengende hitte. En daarom wil ik nu ook een plan presenteren, in samenwerking met dierenarts Leen den Otter en ook voorzitter van de Nederlandse Databank voor Dieren, om dierenbeulen sneller op te sporen. In 2013 werd het verplicht om honden te chippen en registreren. De aangewezen databanken betalen de overheid 80 eurocent per pup naast de jaarlijkse fee van 2000 euro. In totaal is door de databanken zo'n 500.000 euro geïnvesteerd en vorig jaar bleek dat het systeem niet te gebruiken is door de dierenpolitie en NVWA ten behoeve van opsporingswerkzaamheden. Graag een toezegging van de minister. Wij willen dat voornoemde opsporingsdiensten per direct vanaf morgen gebruik kunnen maken van alle gegevens in de databanken. En we willen ook dat die databanken nog dit jaar opgaan in één nationale data- en DNA-bank. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Die wordt gekoppeld aan de mobiele communicatiesystemen van de dierenpolitie en politie. En dat heet MEOS, heet dat, dat communicatiesysteem. Wij willen voorts dat verplichtgestelde hondenpaspoorten enkel mogen worden uitgegeven en chips alleen mogen worden ingebracht door een Nederland erkende dierenartsen na medische keuring van de pups in het bijzijn van de moeder. Controles en strenge handhaving dienen plaats te vinden door de dierenpolitie en het speciale elite team van de NVWA, het beste team van de NVWA, het dierenwelzijnsteam. En daardoor moeten controles zien in samenwerking met de dierenpolitie. Ook pleit de PVV voor behoud van die laatstgenoemde elite-eenheid, want ik wil er een toezegging op. Want het AO-NVWA mag dan weliswaar uitgesteld zijn, maar nu blijkt dat ze gaan iets gaan uithalen met het dierenwelzijnsteam. Daar wordt mee gevoeteld en dat kan niet. Dus graag een toezegging dat er geen onomkeerbare stappen plaatsvinden en dat het dierenwelzijnsteam in de huidige samenstelling behouden blijven. En niet dat het plots 5 steamrozen en dat alles wordt opgeknipt, want er gebeurt iets wat het daglicht niet kan verdragen. Dat garandeer ik de Kamerleden hier. Uiteraard dienen... Moment, de heer De Groot heeft een vraag nu. Ja, daar heb ik toch een vraag over aan een collega. U zegt dus dat dierenwelzijnsteam wordt op dit moment opgeheven bij de NVWA. Volgens mij hebben we daar niets van gehoord als Kamer. Dus dat lijkt me... ben ik ook wel benieuwd wat de minister daarover te melden heeft. Mevrouw de voorzitter, ik infiltreer al 13 jaar ten in de haarvaten bij de voormalige AID en NVWA. Ik zit overal. En ik weet dat er van alles is gedaan, niet door deze minister. Maar door wel ambtenaren onder deze minister, die hebben gezegd, je mag geen contact met Graus hebben, je mag dat niet. Verschillende, daar heb ik bewijzen van. Ik heb mailtjes, daar wordt gezegd, je mag geen contact met Graus hebben. Maar dan ga ik gewoon naar andere mensen toe. Ik ken iedereen tot aan de haarvat aan het front. En geloof me, ik heb niet voor niks 2 keer een toezegging gevraagd aan de minister over het dierenwelzijnsteam. Het best functionerende team van de NVWA, want NVWA ligt veel onder vuur, maar niet die dierenwelzijnsteams. Die pakken de hufters aan. En die pakken ook hufterigheden binnen de NVWA aan. En waar het nu om gaat is dat ik toch heb vernomen, ondanks 2 toezeggingen van de minister, dat ze nu die welzijnsteam gaan ze nu eerst, wilden ze het liefst vanaf. En nu heb ik 2 keer een toezegging van de minister, dus daar kunnen ze niks mee. Maar nu gaan ze het plotseling opsplitsen in ik weet niet hoeveel teams. En dan worden die mensen allemaal eruit geboezoerd. En dat mag niet gebeuren. Echt niet. Prima. Dat zijn zeer ernstige dat zaken in de Groot. Echt hoor. Graus, is ja. Een heel lang antwoord. Maar deze vraag wordt doorgespeeld aan de minister. Vervolgt uw betoog. Dierenbeulen en broodfokkers dienen een gevangenisstraf te krijgen. Dat kan al door een aangenomen motie Graus. Inclusief een levenslang verbod op het houden van dieren. Graag actie van de minister in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij steunen de minister met het verbod op stroomstootbanden en willen dat het verder reikt dan enkel honden. We vragen onderzoeken, liefst geleid door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, naar alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen. En we willen een wettelijke leeftijdsbepaling voor alle dieren in zaken het scheiden van moeder en jong, want daar is veel verdriet. Wat we allemaal onderschatten. Door het ringen van wilde vogels sterven elk jaar ontelbare kuikentjes, omdat de ouders daarna niet meer terug durven keren op het nest. Verbod op het ringen van wilde kuikentjes. Dat is ook allemaal helemaal niet meer nodig, jongens. Echt waar, hoor. We kunnen het allemaal filmen, we kunnen alles vastleggen. Ringen, einde oefening. Ons nationaal alarmnummer 144 en een dier is korter en slechter bereikbaar dan ooit. Meldingen worden niet of benedenmaats uitgezet en niet opgevolgd. Er vinden geen terugkoppelingen plaats van de LID naar de mensen toe. Schandelijk. Schandelijk. De dierenpolitie wordt vaak buitenspel gezet en de LID beschikt niet over voldoende opsporingsambtenaren. Bovendien beschikken ze niet over de benodigde politionele strafrechtelijke bevoegdheden. Graag actie van de minister, inclusief de beloofde tv- en radiocampagne. Daar behoeven we meer nummerbekendheid en naambekendheid, want het is maar 30% van de mensen die het weet. Heel veel mensen denken nog 114 en die zijn dan boos
is dat er niemand oppakt. En ik heb al 2 keer een toezegging gehad van de regering dat er een nieuwe campagne komt. 144 red een dier. En dat moet er gewoon komen. Dat zijn toezeggingen mij geweest. Tot slot zal ik de aanhoudende dwarsbommerij ook van het Openbaar Ministerie, van ons veterinair forensisch team, graag willen aanhalen. Een tal van recente wantoestanden met dieren, waaronder dierenmishandelingen op een Amsterdamse manege, waarbij notabene lid van de sectorraad paarden, SRP, betrokken is. En daar had ik graag een reactie op gehad van de minister, want paarden zijn ook namelijk gezelschapsdieren, mevrouw de voorzitter. Dat zijn voor een gedeelte helaas doeldieren. En ze gaan ook door allerlei bitterballen en kroketten, maar het zijn ook zeker gezelschapsdieren voor mij als vegetariër. En er was al een toezegging gedaan met een ten behoeve van een gesprek met de minister en de voorzitter van de dierendatabanken, dr. Anders Leen den Otter. En dat is mij al toegezegd, maar volgens meneer den Otter heeft dat gesprek nooit plaatsgevonden, dus dat wil ik ook graag hebben. Maar hoe lang heb ik nog maar voor de voorzitter? Nog 10, 20 seconden. Zo, dat is shit. Ja. Ja, dan moet ik dadelijk maar in de tweede termijn nog ergens op terugkomen. Maar ik wilde graag dat de minister actie onderneemt tegen China en ook tegen Trofion. Dat is weer een prachtige olifant om zeep geholpen door een man met een te klein piemeltje. Die moeten dat dan compenseren door een olifant af te schieten. En ik wil graag dat de minister actie onderneemt tegen China, Korea, Japan, walversjacht. Maar ook China die schildpadjes, visjes, salamandertjes en zakjes als sleutelhanger de koop aanbiedt. En desnoods maar handelsaanborgers, weet ik wat er allemaal moet komen. Want dit kan gewoon niet. En de minister moet daar haar stem laten horen. En nou, dat doe ik de rest in tweede termijn, mevrouw de voorzitter. Nou, ik verheug me er nu al op, meneer Graus. Hartelijk dank. Sorry, de heer Van Martels heeft een vraag. Ja, voorzitter, dank u wel. Sorry dat ik iets later binnen ben gekomen, maar er was nog een plenair debat. Ik hoorde de heer Graus zeggen, of tenminste pleiten voor het feit dat hij een onderzoek wil naar alle trainingsmethoden. Daar ben ik ook voor, prima. Maar waarom dan geen onderzoek door de RDA als het gaat om de stroomhalsband? Om te kijken van of dat hetgeen wat de minister voorstelt, of dat wel gerechtvaardigd is en of het goed onderbouwd is. De heer Graus, kort graag. Ik weet dat de minister zich heel goed heeft laten informeren. En dat is namelijk gerechtvaardigd. Want zelfs de politie is als voorbeeldfunctie ermee gestopt. Want die zagen ook dat het... Ik heb er een gesprek over gehad met de hoofdcommissaris. Die zeggen, dat is gewoon dierenkwellerij. Dus zelfs de politie, die dat echt hebben gebruikt om dieren te trainen, die dat heel lang hebben volgehouden, die willen het goede voorbeeld geven. En ik wil een onderzoek hebben, mevrouw de voorzitter, wat ik zei, naar alle hulp- en trainingsmiddelen. Want ik weet niet of er wel eens een paard zo heeft zien lopen. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk wat er in de paardensport gebeurt. Vreselijk, die hulp- en trainingsmiddelen. En er is niemand die er iets in doet. En ik kan 10 specialistische paardenartsen aanwijzen die meer kennis hebben dan wij allemaal bij elkaar. Die zeggen, het is dierenbeulerij. Okay, het kan de gewoon heer niet. Groos. De heer Van Martels. Ja, voorzitter, heel verleidelijk om over de paardensport te beginnen. Ik ben zelf vervent ruiter, dus ik weet ongeveer hoe een paard aan de teugel moet lopen en wat daarvoor nodig is. Maar het gaat mij nu meer om het feit van de onderbouwing, die flinterdunne onderbouwing als het gaat om het verbieden van de stroomhalsband. De heer Graus zegt van, nou, er is wel degelijk onderbouwing, ik bestrijd dat. Is de heer Graus het daar met mij eens dat die wetenschappelijke onderbouwing flinterdun is? Hierop komen? Nee, maar dat is, maar met alle respect, stroomstoten worden als martel, als marteling gebruikt, nu nog steeds in de wereld, als marteling bij mensen. Waarom zouden we dieren zo op die manier gaan trainen? U kunt mij de meest gevaarlijke en meest rotzakkerige hond geven die er bestaat, en ik laat u zien dat ik zonder enig hulpmiddel, maar puur door respect voor het dier, en door hem te belonen en niet te straffen voor iets, maar belonen voor goed gedrag, dat ik ieder hond onder controle heb ik ook gekregen. Okay, ieder hond, zonder enig hulpmiddel. Het is helemaal niet nodig, het ligt aan de eigenaar. Dat is het verhaal. Daar zit het probleem. Het zit niet bij het dier. En ook al die hufterige dieren die nu zogenaamd als hufterig worden betiteld, die worden aangepakt. Je moet de eigenaar aanpakken. Het dier is niet hufterig en het dier is niet vals. De heer Graus, de heer Moorlach heeft nog een vraag aan u. Ja, voorzitter, ik heb in het algemeen heb ik niet zo gek veel met het gedachtegoed van de PVV. Integendeel, ik denk over heel veel zaken fundamenteel anders. Maar ik waardeer wel de betrokkenheid van de heer Graus bij het thema dierenwelzijn. Dus ik ben wel benieuwd naar de punten die hij voor de tweede termijn wilde bewaren. Nee, sorry. Ik zal even de zon bijpakken. Hij stelde een vraag, die mag ik beantwoorden. De vraag is buiten de orde. Sorry. Dan mag ik er eentje noemen, eentje. De heer Moorlach, ik wil gewoon dat u een concrete vraag stelt. Geen open eindjes. Want dit is flauw, want dat wordt ook een truc om allerlei andere zaken door te laten. Dus nee, gaan we niet doen. De heer Weveling, ik geef u graag het woord.